beginnen jullie inmiddels gek te worden? Ja, heel gek. Ja, hier word je moedeloos van. Hoe kan het in hemelsnaam? Of. Ja, heerst er een vloek op? Of moeten jullie zelf jezelf dingen verwijten? Dat is het enige wat we moeten doen. Zo simpel is het. We verdedigen als team gewoon niet goed erachterin. We brengen elkaar in situaties waardoor een scheidsrechter beslissingen kan nemen. Waardoor zij tot kansen komen, waardoor we druk over onszelf uitroepen. En bedoel je daarmee de rode kaart? Ja, tuurlijk. Maar ook de penalty. We brengen elkaar... Dus jij vindt dat... jij vindt het een rode kaart? Ik heb het niet gezien. Alleen het is geen excuus. Zo simpel is het, Hans. Hier, kijk even. Ja. Ja. Weet je, Hans, iedereen, uiteindelijk of het nou geen rode kaart is of niet. Hij geeft de scheidsrechter de mogelijkheid, wil je eigenlijk zeggen. Nou, precies. Maar ook al zou het geen rode kaart zijn in het geval. En hij geeft hem wel. Dus je moet vanaf dat moment moet je gewoon door. En je krijgt in de tweede helft krijg je niet opeens een man terug. Dus dat heeft geen zin om als excuus te gaan gebruiken. Het enige wat we vandaag kunnen doen is weer naar onszelf kijken. En het zag ernaar uit alsof het een zomeravond oefenwedstrijdje was, hè? Tot 2-0. Waar je gewoon 5, 6, 7-0... Het was net als tegen Sparta. De eerste helft speelde we onwijs goed. Maar wat je zegt, we hadden al 3, 4, 5-0 voor moeten staan. Aan de andere kant is hetzelfde liedje als tegen Sparta. Ook al maak je dan geen 6-0 of wat dan ook. 2-0 moet je gewoon vasthouden. Zo simpel is het. Met rode kaart of zonder. En dat moeten we gewoon weer beter doen als team. En wat ik net al zei, het enige wat we daarin zelf kunnen doen is onszelf verwijten. Dankjewel. Yes, dankjewel, Hans.